Hallo iedereen, mijn naam is Fallanon en welkom terug bij onze FC Twente Career Mode. We duiken er meteen in deze keer met deze thuiswedstrijd tegen PSV. Onze formatie en spelers voor deze wedstrijd blijven dezelfde als die in de vorige aflevering ADO Den Haag kapot gemaakt hebben. En hier beginnen we dan. Castanjas vindt Mokhtar en die vindt de Ox. De Ox dan alleen op doel af, maar neemt de bal verkeerd mee en het gevaar is over. Het gevaar van onze kant dan, want PSV is namelijk wel flink gevaarlijk hier. Wijnaldum vindt El Shomrani, een nieuwe spits of zo, en die knalt tegen de paal. We komen goed weg daar, maar Narsing vangt hier de bal op. En als ik zo ga verdedigen, kan ik beter helemaal niks meer doen. Narsing kapt nog een man uit en schiet maar net naast. En ze blijven doorgaan. El Shomrani naar Hendricks. En Hendricks zoekt en hakt de bal dan naar El Shomrani. Die dan ook weer naast schiet. We kwamen er gewoon helemaal niet meer uit. Totdat één man de wedstrijd beide ballen pakte en zei: laat mij dit maar even regelen. Ik heb het over onze beste speler. Ik heb het over de Ox. Die hier Willems kwijtraakt. En dan wacht totdat Bruma komt. En dan hem kwijtraakt met een spin. En dan verwoestend uithaalt langs de keeper in de rechterhoek. Tegen de verhoudingen in staan wij dan met 1-0 voor en is het rust. En deze goal heeft dus wel heel even mijn teampraatje voor de rust veranderd. En dan na die rust was het zaak om het vast te houden. Moest het blijven vasthouden, we konden het niet meer weggeven. Moest je nog een goal maken om veilig te zijn. We zitten hier een beetje rustig te pasen. De Ox niet aan de bal, vindt Gutierrez. En nog steeds zoeken naar de opening. En dan Ziyech die combineert met de Castanjas. En Ziyech schiet, maar het wordt geblokt. En dan de Skili ook meteen naar Mokhtar terug. En die vindt Castanjas en Castanjas. Oh, hoe was dat? Hoe reed ik dat? Was dat achter het standbeen? Oh, het was achter het standbeen langs. Wat een goal van onze meest klinische spits ooit. Ik heb het al eerder gezegd. Alles wat voor zijn voeten komt, gaat erin. Dat is in het echte Twente. Helaas, het is wel anders. En ja, hier ga je het weer zien. Mokhtar aan de bal. Naar Ziyech. Naar Castanjas. Combineren met Mokhtar. Mokhtar vindt Castanjas. En zoals ik al zei, hij schiet natuurlijk weer raak met zijn linkerbeen. Maakt hem allemaal niet uit. Links, rechts. Het gaat er allemaal in. En dan is het 3-0. En dan is het eigenlijk al wel veilig. Bjelland hier, die ik had ingebracht voor Mokorcho. Als echt een soort verdediger op het middenveld. Bjelland hier wordt onderuit gehaald. En ja, dan weet je dat er komt. Het is een penalty. Het is rood. En Castanjas gaat natuurlijk deze penalty nemen. En Castanjas gaat deze penalty natuurlijk ook scoren. En dat doet hij. En dan is het 4-0. 4-0 tegen PSV. En dit zijn de standen die ik liever zou zien. En dan heb je toch nog misschien dat ze nog even terugkomen. En dat gaat hier gebeuren. Depay, je verwacht het van hem. En hij schiet raak. En het is een ongelukkige deflectie van onze keeper Stevens. Of is het Mulder nu? Ik weet het even niet. Maakt me allemaal ook helemaal niet uit. We hebben het wel 4-1 gewonnen. Misschien heel erg geflatteerd. Nou ja, misschien heel erg geflatteerd. Het is gewoon geflatteerd. Maar wel 3 goals van onze spits Castanjas. 1 van de Ox. En 3 assists van Mokhtar. Zo zie ik dat graag. En dan gaan we meteen door naar de volgende wedstrijd. En dit is een cupwedstrijd. En dat zien we graag. We zijn hier dus ongeveer even ver als het echte seizoen nu is. Dus we gaan het inhalen gewoon. Oké, de cup dus. We zitten tegen AZ en de winnaar gaat tegen Go Ahead Eagles in de finale. We spelen gewoon weer met dezelfde formatie als altijd. En laten we deze match dan ook gewoon gaan winnen. Laten we AZ nu wel verslaan. Want we hebben ook een AZ gehad in de vorige aflevering. En dat werd uiteindelijk 1-1. En dat we ook nou niet zien. En nu zie je de Ox aan de bal. De Ox lekker dribbelen. Lekker rustig. Lekker zoeken naar de opening. De Ox, wie ga je vinden? De Ox, wie ga je vinden? Ik ben ook benieuwd. Want dit kijk ik nu ook pas weer even terug. En ik commenteer dit live. En bladibla. Ik zeg ook maar wat. De Ox aan de dribbel. Dus gaat hij de scoren. Oeh, tegen Mokhtar. Oeh, Mokhtar schiet bijna raak hier. Maar je ziet wel, in de rust zijn wij de betere partij. Maar er gebeurt niet heel veel. Het is een saaie wedstrijd. Dus het komt niet overeen met wat ik meestal zeg over die wedstrijden Twente AZ. We gaan wisselen. Marsen voor Castanjas. Want Castanjas moet natuurlijk de topscorer in de league worden. Het is belangrijk dat hij fit blijft. Ik zet Bjelland erin voor Gutierrez. Gutierrez was ook moe. En Bjelland kan een beetje defensieve zekerheid zorgen in het team van ons in het middenveld. Maar hier krijgen ze toch een kans. En ze scoren. Maar dat is lekker buitenspel. Dus deze goal gaat lekker niet door AZ. Ik kan nog zo hard lopen juichen. Maar de scheidsrechter ga je niet overhalen. En dan wij weer. De Ox weer aan de bal. Rustig aan paas. Bjelland. Onze baas van het middenveld. Hij werkt daar super lekker. En dan over de topbal naar Marshall. En Marshall pegelt wezen raak. Kijk, Marshall is nu echt een goede vervangerspits voor Castanjas. En hopelijk misschien de eerste spits. Maar dan zal hij iets meer moeten groeien. Want hij groeit helemaal niet op dit moment. We staan in ieder geval 1-0 voor. Maar dat was in de vorige wedstrijd ook zo. Dus we mogen het niet weggeven. We moeten nog een goal creëren. Bellerin aan de bal. Naar Mokhtar. Ziyech. Dit wordt een mooie goal. Misschien Mokhtar. Naar Mokhtar gaat Mokhtar. Oh, hij maakt hem niet.
niet. Mokotjo, kom op. Ga weer eens een keer goal maken, joh. Want je bakt er helemaal niks van. Maar goed, deze match is ook voorbij. Je kan het zien. En wij hebben deze dit keer wel gewonnen. AZ 1-0 hier. Dat verdienen jullie. We kregen jullie weer uit de cup. Net als in het echt. Sorry AZ supporters. Maar ik ben blij dat wij deze match hebben gewonnen. En dat jullie clubje eruit is. Wesley Hoed is ook blij, want die zit nou bij ons. Dus hartstikke mooi. 1-0 dus. En we hebben dit keer hebben het meer verdiend als de vorige keer. Hartstikke positief. Marshall dus met de goal. En wie had de assist gedaan? Eens even kijken. Mokhtar met de assist. Wat een assistman is die Mokhtar stiekem. En zo eindigen we dan deze aflevering. Doe er even zeker een duimpje aanklikken als je het leuk vond. Abonneer je als je nieuw bent en op de hoogte wilt blijven van nieuwe content. En deel deze video om meer mensen erin te betrekken. Volg me op Twitter, @TheRealFallenon. Of like mijn Facebookpage, Fallenon. Ik zie jullie in de reacties hieronder. Ik ben weg.